Goeiedag, op sommige plaatsen eerst nog wel vorst vanmorgen, vooral in het zuiden en oosten van het land, denk ik. Misschien ook wel wat rijp. Maar vrij snel gaan de temperaturen oplopen met het binnentreden van zachtere lucht. Al blijft het vanmiddag in Zuid-Limburg wel vrij koud met 3 graden, maar daar de meeste opklaringen, mogelijk wel nevelig. Op sommige plaatsen in het zuidoosten mist. Op veel plaatsen in het land is het vandaag grijs en bewolkt, wel droog en het blijft rustig met de wind. En in de kustprovincies wordt het het zachtst een graad of 8. De wind komt uit het zuidwesten vandaag en blijft zwak tot matig van kracht 2 tot 3 bal voor. Nou, de rest van het jaar en ook tijdens de jaarwisseling verandert er heel weinig. Bewolking blijft overheersen, over het algemeen lage bewolking, af en toe even een paar opklaringen, maar geen zonnige dagen. Het wordt zachter, ook s'nachts gaan de temperaturen hoger uitkomen met 6 of 7 graden voor de laagste waarde in de nacht. En de middagtemperaturen gaan naar zo'n 9 tot 10 graden met een wat toenemende wind uit het zuidwesten, dit weekend matig van kracht. Maar stormweer, absoluut niet. Tijdens de jaarwisseling ook rustig. Vooral in het zuiden is de kans op hele dichte mist nog het grootst. Mede door het vuurwerk. En in de nieuwjaarsnacht wordt het een graad of zes. Nieuwjaarsdag misschien een opklaring en het wordt dan een graad of negen. Volgende week, de eerste week van 2019, lijkt het geleidelijk aan kouder te worden, maar dat is pas later.